automatische wapens. Bij de schietpartij is gebruik gemaakt van volautomatische wapens. We hadden een gewelddadige liquidatie, eigenlijk een heel gewelddadige liquidatie. Dat was ongekend, dat hadden we nog nooit meegemaakt, zoiets. Op meerdere plekken in de Stasi die buurt is gisteravond geschoten met automatische wapens. Een terreinwagen bleef doorzeefd achter. Echt grof geweld met automatische wapens. Die schieten zo ver als je kunt kijken met verwoestend effect. Ze wilden weten, ja, waar komt dat in vredesnaam vandaan? Wie levert dat soort wapens aan deze groepen? Wie bevoorraadt nou de Amsterdamse onderwereld met kalasjnikovs? Wie zit erachter? In 2012 werd er in de haven van Antwerpen een lading cocaïne onderschept. Daardoor ontstond een conflict. Er werden in de criminele wereld mensen voor verantwoordelijk gesteld. Het was een conflict dat langzamerhand steeds meer escaleerde. Liquidaties over en weer. Dat verplaatste zich naar Amsterdam. En in Amsterdam is dat eigenlijk tot een climax gekomen. En die climax, dat was de liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Eigenlijk de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Drie jongens in een Range Rover. Een van die jongens die had een afspraak met een ander. Degene waar het om ging, die heeft een ontmoeting met een andere persoon. Dan wordt een stukje opgelopen. Die twee andere jongens die lopen er eigenlijk een beetje in de omgeving bij. Dan komt er een Audi aangereden en vrijwel meteen wordt het vuur geopend. Een van die jongens die wordt achterhaald, die kan geen kant meer op en die wordt ter plekke echt geliquideerd, doodgeschoten, geen schijnvakantie. De tweede jongen rent eigenlijk verder de buurt in, wordt achtervolgd, wordt achterhaald en ook hij wordt dan geliquideerd. De persoon waar het vrijwel zeker om ging, die neemt ook de spat, die gaat er vandoor en die weet eigenlijk zijn vege lijf te redden. Door bij een paar woonboten in het water te springen. Nou, je moet je voorstellen, het is 29 december, het vriest dat het kraakt. IJskoud water, maar ja, hij heeft toch de keuze gemaakt en het is toch zijn redding geweest. Eigenlijk is er meteen doorgegeven dat er een Audi was weggereden. Dus daar wordt naar uitgekeken. En die Audi werd ook vrij snel alweer gesignaleerd, hè, dus opgepikt door de collega's. En die hebben de achtervolging ingezet. Dat waren twee motorrijders.
Die Audi die heeft op een gegeven moment vaart geminderd, bijna tot stilstand. Ze zien, de collega's op de motor, dat er iemand uit het raam gaat hangen. 5203, geef bericht. Goed. Abri, halen we weg richting halfweg. Geef de motorrijder door, zit een Audi, er rijdt een Audi. Oké, daar rijdt een Audi. Hebben we mogelijk een kenteken? De hele is aanvliegend. Worden beschoten, worden beschoten, automatische wapens. En die vuurt vervolgens echt gericht op ze. Ja, en dan vergaat de wereld voor die jongens. Collega neergeschoten! Nee, gaat goed, gaat goed. De collega staat nog. Er wordt volop op ons geschoten, automatisch. Rijdt weg richting Leiden. Jongens, niet achter die auto gaan, ze openen vol vuur. Waar is de collega? Ja, waar is dat kruising? Haal hem weg. Australië, haven, twee motorrijders, er is op ons geschoten. Hi. Collega's, we willen weten of er iemand neergeschoten is, de collega. Dat wil HB weten. Nee, nogmaals, dit is de 5305. Er is op ons geschoten, wij gingen als bij neer, daarom gaf ik dat bericht meteen door. Alles gaat goed, we hebben elkaar gecontroleerd. We staan nog wel even nog. Lekker. Ja, top, goed te horen. Ik ben in ieder geval zeer blij om te horen dat u ongeschonden bent. Ik heb die opnames toen ook gehoord met de meldkamer. Nou, dat was echt ongelooflijk. Er is dwars door de motoren heen geschoten. Eigenlijk kunnen ze wel van geluk spreken dat zij niet ook zijn overleden. Want dat werd echt gericht geschoten. En de motoragent die onder meer achter die auto reed, die moest zichzelf gaan verschuilen achter zijn motor zelf. Om niet te worden geraakt. En de motor zelf was wel behoorlijk doorzeefd. Dit was echt doelbewust met zware wapens op collega's schieten. En dat heeft impact. En dat maakt je natuurlijk als collega-politieman, maakt dat je ook best wel boos eigenlijk. Dit tuig moet je van de straat trekken. Wat hier gebeurde is in een woonwijk, op het moment dat daar veel mensen ook gewoon zijn. In een vorm namelijk met automatische wapens die alle kanten opschieten. En dan ook nog door mensen waarvan wij zien dat die helemaal niet gewend zijn om met dat wapentuig om te gaan. Dus het gaat ook per definitie mis. De magazijnen worden gewoon leeggeschoten. Tientallen kogels die in het rond vliegen. Ik zat op de bank en het was natuurlijk vlak voor oudjaar. Er was vrij veel vuurwerk, dacht ik. En op een gegeven moment ging ik naar bed en zag ik in het trapgat hier even verder, zag ik een gat zitten en ik dacht nog, het kwartje viel niet direct. En toen ineens bedacht ik van dat zou wel eens een kogel kunnen zijn. Eentje is dus door de slaapkamer van mijn zoon gegaan over zijn bed. En omdat het hier vrij dunne wandjes zijn, is hij dus door de slaapkamer heen in de achterwand blijven steken. Was uw zoon ook thuis? Nee, die was bij zijn vader. Ja, gelukkig wel. Het was toch een ander verhaal geweest als hij in bed had gelegen. Ja. We hebben de fragmenten van de meldkamer afgeluisterd. En dan hoor je ook aan de knallen, dat zijn geen gewone vuurwapens. Dit moet in ieder geval aanvalsgeweren zijn geweest. Het was heel duidelijk te horen ook dat het om een Kalasjnikov ging. Dat was heel bijzonder, want dat hadden we nog niet eerder meegemaakt. Ja, dat is de AK-47. Ja, klopt. Dat is inderdaad het meest gebruikte wapen van de wereld volgens mij. En het is ook eigenlijk altijd operationeel. Magazijn, een kromme magazijn, heel bekend. En het vuurwapen. En makkelijk. Dan ben je als eenvoudige straatagent ben je eigenlijk kansloos. Eigenlijk wel, ja. En in deze zaak was ook nog heel bijzonder dat de munitie die werd gebruikt panzerdoorborend was. Dus zeg maar militaire munitie die ook gewoon door kogelvrije vesten heen kan worden geschoten. Dus dat was met de bedoeling dus echt om iemand hoe dan ook te kunnen raken en te kunnen doden.
Uiteindelijk komt er een melding dat er een brandend voertuig staat. Dat blijkt een van de vluchtauto's te zijn. Onderweg naar de parkeerplaats waar ze die auto hebben achtergelaten, hebben ze in de sloot van die weg hebben ze wapens weggegooid. Die heeft de politie een paar dagen daarna gevonden. Wapens die opgedoken zijn, die zijn door ons onderzocht. Door ook zeg maar, forensisch onderzoeken eraan. En dan ga je op zoek naar DNA. En die hebben een DNA-spoor gevonden, wat ook nog terug te brengen was op een persoon. Gistermiddag om 3:30 werd een verdachte van betrokkenheid bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt na een gericht schot van het arrestatieteam gearresteerd. Het arrestatieteam heeft de man van de DNA-hit aangehouden. En daarbij moesten ze zelfs op hem schieten. Hij is het water ingesprongen en met een welgemikt schot in zijn zitvlak is hij uitgeschakeld. We hebben meteen daarna nog een andere man opgepakt. En die twee personen die zijn vervolgd voor de liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Er viel iets op aan die man die we oppakten. En dat was dat hij een verblijfadres had, een safehouse. In dat safehouse vonden wij allerlei wapens. Patroonhouders werden eraan getroffen. Alle wapens zijn allemaal bemonsterd en ook allemaal bekeken of er sporen van DNA op konden worden gevonden. Dat DNA-profiel dat werd veiliggesteld. Dat is vergeleken. Daar kwam niemand uit, zeg maar. Dus er kwam geen naam bij. Dan noem je dat vaak onbekende man en dan geven we er een nummer of een letter aan. En in dit geval hebben we er onbekende man P van gemaakt. Wie is nou die persoon die erachter zit en die mogelijk de wapens levert aan de Amsterdamse onderwereld? Die wapens waarmee die liquidaties gepleegd worden. Dus het was echt, het ging ergens om. Toen merkte je dat in Amsterdam ook eigenlijk het geweld toenam. En niet alleen in Amsterdam, in de rest van Nederland ook. Er wordt gewoon in het rond geschoten op burgers, op woningen. Het maakt allemaal niks meer uit. Ongekend. En dat is eigenlijk met de Staatsliedenbuurt is dat toen wel begonnen. Dat is een beetje het beginpunt geweest. Een jaar later, op 10 oktober 2013, toen werd er in Soest een hennepplantage opgerold. Nou, in de wietplantage, daar werd een asbak gevonden, daar zat een peuk in, daar werd DNA van veiliggesteld. Dat blijkt wel een match te zijn met dat liggende spoor, dus dat spoor wat in die databank zit, van wat er op die rolkoffer in de Staatsliedenbuurt op die patroonhouder is aangetroffen. En daarnaast werd op een peuk in die asbak ook een DNA-profiel aangetroffen van een andere persoon. En die konden we wel identificeren. En dat was het DNA-profiel van Kommert. En dat was interessant, omdat over Kummert Eder TCI-informatie was gekregen in het onderzoek naar de liquidaties in de Staatsliedenbuurt. Dat hij wapens had geleverd, flinke partijen. Kommert E, dat is een Turkse Nederlander, Nederlandse Turk. En dat is een bekende bij de politie. Hij was al wel een aantal keren veroordeeld, bijvoorbeeld voor mensenhandel en nog wat andere zaken, maar nooit hele grote zaken. En het idee was wel bij de politie en justitie dat hij nog wel wat groter zou kunnen zijn dan tot nu toe uit zijn. 23 oktober 2014, nou dan wordt het op een gegeven moment wordt het wel interessant voor ons, want de onbekende man die wordt geïdentificeerd. Het blijkt dat is Willem van H. Die man die heeft zijn DNA af moeten staan omdat hij in 2013 een winkeldiefstal heeft gepleegd. Daar is hij voor veroordeeld en dan zegt de wetgever van dan moet je je DNA afstaan. Dat wordt dan opgenomen in de databank. En toen kregen we een match met onbekende man P. Want onbekende man bleek dus Willem van H. te zijn. Willem van H. dat moest dus degene zijn die betrokken was geweest bij die wapens uit de Staatsliedenbuurt. Want zijn DNA zat op die patroonhouder. Willem van H., daar kwamen we achter, dat was een oudere man, een zestiger. Eigenlijk een klein boefje, een beetje een randcrimineeltje. Geen schokkende zaken. In onze ogen een vrij onbetekenend persoon. En eigenlijk wilden wij Willem gewoon aangehouden, want daar hadden we reden toe. We wisten niet zo goed waar hij op dat moment zich bevond. Het was van belang om even 2 weken hem goed in kaart te brengen, zoals we dat dan. Hoe gebeurt dat?
In dit geval hebben we hem onder de tap gezet en zijn zijn telefoon gaan afluisteren. Willem was ziek en eigenlijk gebeurde er niks tot helemaal niks. Het was de meest oninteressante tap die we volgens mij gedraaid hebben. Dus we hadden een beetje de moed opgegeven van jongens, gaat dit hem nog wel worden? Bijna op het moment dat we besloten van nou jongens, die tap gaat eraf, we doen er niks meer mee. Toen kwam opeens de Kommert over de lijn. En Kommert, dat is dus de grotere man. Er werd gesproken over de telefoon, over het leveren van dingen, het ophalen van spullen. En al heel snel kregen wij het sterke vermoeden dat het wel eens over wapenhandel zou kunnen gaan. Is die aanhouding toen doorgegaan? Nee, die hebben we toen uitgesteld. De aanhouding hebben we toen uitgesteld. En we hebben toen besloten van dan starten we een nieuw onderzoek op. Om toch wat meer beeld te krijgen van hier zit toch misschien meer achter. We hebben even pech gehad een periode, maar nou komt het misschien. Nu hadden we mogelijk een ingang tot wapenhandel, hè, om dat op te rollen. Vervolgens kregen we toestemming van de officier van jongens, start een onderzoek op. Nou, zo'n onderzoek krijgt altijd een naam. En in dit geval was dat de onderzoek 13 kipsaté. Nou, 13 staat voor de regio en kipsaté staat voor wat het zegt, kipsaté. Namen aan onderzoeken worden toegewezen veilig door een computer. En we hebben een periode bloemen en dan hebben we een periode landen. En in dit geval ging het kennelijk om voedsel. Want ik kan me nog wel herinneren dat we daarvoor een onderzoek patat hadden. Ja, het zijn niet mijn keuzes. Was u blij met die naam? Nou, ik had wel een betere naam kunnen verzinnen, denk ik, ja. Naast de tappen van Willem van Haar hebben we ook besloten om snel om Kummert onder de tap te zetten. En toen bleek al heel snel uit de gesprekken die over de lijn kwamen dat zij vaak afspraken bij het kantoor. En toen wisten we nog niet zo goed wat het kantoor was, maar dat bleek uiteindelijk een café te zijn in Amsterdam. En dat was café Wampie. Wat wij eigenlijk zagen is dat ze daar toch wel diverse ontmoetingen hadden. Het was een vreemde tent. Echt publiek kwam er niet. En dat betekende ook meteen dat je daar als politie ook je gezicht niet kon laten zien. Want op het moment dat je daar naar binnen stapt, ben je meteen stuk. Wie ben je? Wat doe je hier? Nou, dan is het afgelopen. Dus het was best wel even moeilijk. Maar we wilden natuurlijk dolgraag weten wat daar binnen besproken werd. Al snel bleek dat er nog twee personen bij betrokken waren. Dat was een Jimmy, Jimmy S. En een Johnny de L. En Jimmy, dat was de zoon van de eigenaar van Café Wampie. Hij was een twintiger, jonge jongen. Johnny rijdt in een Mitsubishi Charisma. Dat was een vijftiger, een echte Amsterdammer. En we hebben alle gezichten van de betrokkenen, die hadden we inmiddels in beeld. We wisten wie dat waren. Dus we hadden, bij de namen hadden we ook kopies, om het zo maar te zeggen. En dan komt er een vijfde man in beeld. Die vijfde man, dat was Jan B. Tijdens de observaties bleek dat de verdachten heel vaak naar Brabant reden. En daar dan een ontmoeting hadden met Jan B. Dat bleek later Jan B. te zijn. Jan B. was toch wel iemand van een ander kaliber. En hij werd ook in verband gebracht met wapenhandel. Dus ja, we hadden al snel iets van, nou, dit is een grotere jongen in het geheel. Jan had meerdere adressen waar hij verbleef. Hij had een woning in Brabant en een woning in België. En hij had ook een vriendin waar hij verbleef in Brabant.
zijn de groep van vijf zijn we gaan onderzoeken. Die zijn ook verder gaan tappen. En er blijkt eentje de baas te zijn. We kregen de indruk dat Kommert de baas was. En zo werd hij ook genoemd. Hij werd de baas genoemd, de grote. Jan, die konden we nog niet helemaal plaatsen. Dat hadden we wel een vermoeden van, maar dat konden we nog niet een duiding geven. En dat Van Ha en Johnny en Jimmy degene waren die dan de uitvoerende jongens waren. Nou, en eigenlijk met het observeren hebben we een aantal keren gezien dat die groep richting Brabant ging, richting die Jan B. Willem, die ging eigenlijk heel vaak naar Brabant. En dat was een beetje een wisselende samenstelling. De ene keer ging hij met Jimmy en de andere keer ging hij met Johnny. We begonnen met echt goed observeren. En op 27 januari zien we dat Willem wordt opgehaald door Johnny bij Café Wampie. En toen zagen we op een gegeven moment dat Johnny en Van Ha naar Brabant reden. En dat er uiteindelijk een ontmoeting was ergens bij Gilserijen met Jan. Wat er in die auto gebeurde, dat hebben we niet vast kunnen stellen. We hebben in ieder geval ervoor gekozen om Willem en Johnny te volgen. En het eerste, de beste tankstation, daar gingen ze eraf. Dus wij er ook af. En we zien dan op een gegeven moment dat vanuit die Mitsubishi Charisma, daar stapt Willem stapt uit. En die gooit dan een plastic zak weg met daarop van dat plakband, van de tape. Nou, er is een van de regisseurs die is de vullersbak ingedoken. En dat is opgestuurd naar het NFI. Nou, en wat je dan ziet, is dat het NFI vaststelt dat daar sporen op aangetroffen worden die duiden op een schietproces. Er heeft een wapen ingezeten, of er in ieder geval een wapen in de buurt geweest waarmee is geschoten. Het is een plusje. Het is natuurlijk niet voldoende, maar het is wel een bewijsmiddel, ja zeker. Iets later, begin februari, toen hoorden we via de uitgeluisterde tapgesprekken dat Willem en Jimmy die waren naar Brabant geweest. Nou, dat leek voor ons een interessant gegeven. Diezelfde dag zien we dat Kommert, Willem en Johnny bij de woning van Willem zijn. We zien op dat moment dat Johnny iets bij zich heeft, een blauwe plastic zak. Dat draagt hij onder zijn arm. Ze waren met twee auto's. Kummert stapt dan in de ene auto en Johnny gaat samen met Van Ha in de andere auto. Dan rijden ze weg. En dan is het interessant om te zien dat Kummert op een gegeven moment een ontmoeting heeft met een onbekende man. En dan zien we vervolgens dat Kummert die man naar de auto van Johnny en Willem stuurt. Daar wordt dan de blauwe plastic zak overhandigd. Alleen we hadden de pech dat die onbekende man, ja, die ging er vandoor en het is Amsterdam. Dus we waren hem op een gegeven moment kwijt. We hadden het vermoeden dat er wapens werden overgeleverd aan die onbekende persoon door Van Ha en door Johnny. Heb je dan de neiging om die man die dus misschien een wapen heeft gekregen, om die meteen klem te rijden? Ja, de eerste gedachte is natuurlijk wel van wat doen we dan, hè? We hebben natuurlijk niet gezien dat er een Kalashnikov werd overgeleverd. Want het zat
ergens in. En dat was niet zichtbaar wat het dan was. Stel voor dat je hem meteen om de hoek aanhoudt en zeg ik wil kijken wat jij bij hebt. Ja, dan weet het groepje wat net dat pakketje heeft gegeven dat er natuurlijk wat aan de hand is. En dat ze dan mogelijk eventjes wat anders moeten gaan doen. Een kleine maand later, begin maart, dan lijkt er opnieuw een overdracht te hebben plaatsgevonden. Naar aanleiding van dat gegeven gaan we weer rond de woning van Willem liggen. En dan zien we eigenlijk dat daar op een gegeven moment een ontmoeting plaatsvindt van een man. En die komt dan aanrijden in een Peugeot. We zien dat vanuit de woning van Willem, Kommert en Willem, grote zwarte tassen, een soort sporttassen, die worden bij die man in de auto gezet. Die man is toen weggereden in zijn auto. Dus we hebben zoiets van, we laten hem gaan en ver buiten zicht van die andere verdachten gaan we hem dan vegen. Maar ja, dan neem je ook een risico mee dat je hem kwijtraakt. En dat gebeurde in dit geval ook. Toen een week later is diezelfde man aangehouden. En wat er dan opvalt is dat die bestuurder die komt meteen naar buiten meteen met zijn handen in de lucht. Nou, dat is natuurlijk bijzonder. Er wordt een tas aangetroffen. En dat zijn zware vuurwapens. Automatische vuurwapens en nog andere benodigdheden, adressen van personen. En eigenlijk hebben we dan het idee van, nou, dit is gewoon een hitman. En ik ben ervan overtuigd dat die collega's die controle hebben uitgevoerd gewoon een liquidatie voorkomen hebben. Wat natuurlijk helemaal bijzonder was, dit was exact dezelfde auto die bij Willem van Haaf voor de deur stond, waar de tassen ingeladen werden. Het waren allebei zwarte tassen. En gevoelsmatig, ja, dan is het hetzelfde. Maar ja, gevoelsmatig, dat doet de rechter het niet voor. Zeker opvallend, ja. Ik denk wel dat het dezelfde tassen zijn, laten we wel wezen, maar 100% bewijzen kan ik het niet. Wat ons eigenlijk opviel is dat bij die ritjes naar Brabant, daar werd die auto van Johnny eigenlijk heel vaak gebruikt. Alle gesprekken die erin gevoerd werden, die konden afgeluisterd worden. Nou was Johnny een geboren en getogen Amsterdammer. Johnny hield ontzettend van André Hazes. Dus zodra Johnny instapte en de motor startte, zette hij de radio aan en André Hazes op in het kratien. Ik dacht een beetje verliefd. Dus de meeste collega's kennen het hele repertoire van Hazes en ook alle vloeken die er denkbaar zijn. Er werd ontzettend veel gekletst in de auto. En dat was ook heel erg leuk om dat te kunnen naluisteren. Ze gingen weer op weg naar Brabant, Johnny en Willem. En in de auto had Willem het over dat hij benieuwd was wat die ouwe nou weer te knallen had. Uiteindelijk bij de boerderij van Jan. Dan wordt gezien dat Jan vervolgens een doos achter in de auto van Johnny en van Haas zet. Daar hebben we op gefocust van die moeten we vasthouden. Hier zit mogelijk iets in. Willem en Johnny die rijden terug naar Amsterdam. En de doos werd vervolgens uit de kofferbak gehaald door Johnny. En die werd naar de boxruimte van Willem gebracht. Alsof
officier van justitie hebt de bevoegdheid, zeker als het bijvoorbeeld om garages gaat en loodsen en bedrijven, om daar gewoon binnen te treden. Toen heb ik besloten dat we geheimelijk zouden gaan inkijken. Dan wordt er eigenlijk ingebroken in zo'n garagebox, maar zodanig dat de verdachte de volgende dag dat niet ziet. De politie kan ook inbreken als het moet? Als het moet wel, ja. Er wordt gekeken, wat zit er in die doos? Daar worden foto's van gemaakt. In die doos, daar zaten magazijnen, patroonhouders voor Kalashnikovs. En vervolgens sluiten we de boel weer netjes af en we gaan weg. En dan ga je dus niet meteen binnenvallen in zo'n huis? Absoluut niet. Nee, dat kun je een keer doen als het om een kleine zaak gaat en je het risico kunt lopen dat je soms ook een keer misgrijpt. Maar had je dat hier gedaan, dan ben je eigenlijk uitgespeeld. Dus welk effect bereik je dan als je op dat moment zo'n instap doet? Je onderzoek is weg. Je verdachten die lopen, ik zeg maar even populair, lachend weg. Dus daarmee bereiken we niet datgene wat we willen bereiken. We weten dat Willem en Johnny weer naar Brabant gaan. Wat is er besloten? We gaan wachten bij de woning van Willem. We zien dat de auto, de Mitsubishi Charisma, die komt terug. Langwerpig voorwerp uit de auto gedragen. Die is gewikkeld in een deken. En die gaat dan de woning van Van H. binnen. Het bleek ook dat er in de auto was gezegd dat het ding goed was afgesteld. En dat Van H. dat ding in de badkuip zou gaan liggen. Nou ja, in combinatie met het feit dat er volgens een langwerpig voorwerp gewikkeld in een deken die woning in wordt gedragen. Ja, dat liet eigenlijk weinig te raden over. We hadden echt zoiets van, nou jongens, hier zitten vuurwapens in. Dit kan bijna niet anders, of dit moeten vuurwapens zijn. Ik dacht, nou, nu heb ik toch wel zo'n sterke aanwijzing dat er ook echt in de woning van Van H. wapens zijn. Ik dacht, ja, dan is dit het moment om Van H. aan te houden, maar de rest nog niet. Het arrestatieteam is gekomen, die hebben Willem aangehouden. Er is een doorzoeking geweest. En in de badkuip vonden wij een Kalashnikov. En dat zat in een blauwe deken, dus ja, het was helemaal wat we gezien hadden. Het is een opmerkelijke plek, maar misschien ook wel een makkelijke plek om het terug te vinden. Ik weet niet wat ze bezield heeft, maar het lag in de badkuip. Eureka, halleluja, prima, bingo. Nou, in die woning van Willem vonden we uiteindelijk 7 jachtgeweren. We vonden munitie. In het huis werd ook nog een bierfilter gevonden. En op het bierfiltertje staat in ieder geval de tekst 7.62x39. En dat is een typische kaliber voor een Kalashnikov. Het was een soort klein boekhoudingje op een bierfiltertje. En beneden, in de boxruimte, vonden we inderdaad die doos met die magazijnen. Wat we al bij de inkijk hadden vastgesteld. Als je een doos met patroonmagazijnen aantreft, dan kun je vanuit gaan dat hier ter sprake is van wapenhandel.
eigenlijk waren we natuurlijk heel nieuwsgierig hoe de rest van de groep zou reageren op het feit dat Willem er natuurlijk tussenuit getrokken was. Hè? Wat ga je horen? Wat gaan ze doen? Nou, en wat we op een gegeven moment merkten, en dat was wel heel mooi. Toen begon Johnny te praten over... zouden ze die Desert Eagle ook gevonden hebben achter het kastje in de slaapkamer? Dus wij hadden zoiets van achter het kastje in de slaapkamer. We hebben geen Desert Eagle gevonden. En een Desert Eagle is echt een vuurwapen. Dat is een handvuurwapen, maar dat is bijna een kanon. En toen zijn we nog een keer naar binnen gegaan. En toen bleek er inderdaad nog een bijzonder wapen in een plek te zijn verstopt. En dat ging om een Desert Eagle, wat ik zelf ook nog nooit eerder in een onderzoek had gezien. Ik heb hier een voorbeeld van een Desert Eagle. Dat is een, eigenlijk een Israëlisch wapen. En dit is dan een .44. Dat is een best zware jongen. Wat bijzonder is met dit wapen, is dat hij gewoon 200 meter gewoon vrij zuiver schiet. En dat is gewoon bijzonder voor een pistool eigenlijk. Dus het is echt een hele zware jongen. Ja, dat is een grote jongen. Dat, Nou, die hadden wij dus kennelijk gemist. Ja. Is dat een foutje dan, dat je die niet vindt in eerste instantie? Nou ja, foutje weet ik niet. Het is, was heel goed verstopt. Je moet dan echt wel... Het was achter een kast geloof ik en weer achter een schot. Soms moet je het echt het hele huis dan uit elkaar trekken. En dat, daar heb je niet altijd aanleiding voor. De volgende stap is om te kijken wat we natuurlijk met de andere verdachten gaan doen. We wilden met name ook heel graag weten waar Jan B. zijn wapens nou precies had opgeborgen. Hè? Waar hij zijn stash had. Toen zagen we op een dag hem naar een loodsterrein gaan en ook een hele specifieke loods binnengaan. En in de ochtend is hij door de arrestatieteam aangehouden. Tijdens de zoeking in de loods hebben we twee handvuurwapens, 44 revolvers, een ploertendoder, diverse magazijnen. Een automatisch vuurwapen, verdovende middelen. Zes geweren, twee schietpennen en een loop aangetroffen. De munitie die we hebben aangetroffen in een kast, die was ook op kalibers gesorteerd. En we hebben in totaal 31.000 patronen van verschillende kalibers aangetroffen. Waaronder ook 7.62x39 en dus specifiek voor de Klasnikov. Dit was zo een enorme hoeveelheid. Dit was een arsenaal. Dit was een supermarkt met vuurwapens, munitie, noem het maar op. En dit was echt, bingo. Nou, in augustus wordt dan de rest van de groep aangehouden. Hè, dus we hebben het over Johnny, Jimmy en Kommert. Kummer die heeft zich altijd op zijn zwijgrecht beroepen. Nou, Van Ha heeft in eerste instantie gezegd dat hij niet zoveel wist van wat er allemaal in zijn woning lag. En dat het allemaal kapot materiaal was en dat er niet zo vreselijk veel voorstelde. Jimmy zei dat hij nooit heeft geweten dat het om wapens ging. En beweerde dat hij dacht dat het om vishengels zou zijn gegaan. En Johnny die ontkende in eerste instantie en is toen uiteindelijk geconfronteerd met allerlei tapgesprekken. En volgens mij heeft hij toen ook zijn mond gehouden verder. Dus van de verklaringen van een verdachte moesten we het niet hebben. Een goed georganiseerd geheel dat een bijdrage heeft geleverd aan fatale conflicten in de onderwereld. Volgens justitie hebben 5 vermeende wapenhandelaars, die deze week voor de rechter staan, meegewerkt aan de liquidatiegolf in de stad. Vandaag werden straffen tot 9 jaar cel geëist. Verdachten hebben eigenlijk niet heel veel willen verklaren, maar er lag zoveel bewijs tegen ze. Het was onvermijdelijk voor ze dat ze allemaal zouden worden veroordeeld. Wat waren de straffen uiteindelijk van de rechtbank? Jan 5 jaar en 7 maanden, Kummert 5 jaar, Van Ha 4 jaar en Johnny en Jimmy hebben wat lagere straf gekregen. Het is niet duidelijk geworden hoe Jan aan zijn wapens is gekomen. Hij heeft daar niets over willen verklaren en dat hebben we ook niet kunnen zien in het onderzoek. Hebben jullie een vermoeden hoe die wapens in Brabant terechtkwamen? Vermoeden is dat het vanuit het buitenland Nederland binnen is gekomen. Maar
Ik weet het gewoon niet. We weten het gewoon niet in dit geval. Ik zou niet met mijn hand op mijn hart durven te zeggen dat degene die deze wapenhandel organiseerde, bestierde, dat die ook verantwoordelijk zijn voor de wapens die gebruikt zijn in de staatsliedenbuurt. Dat deel hebben we nooit hard kunnen maken. Je weet donders goed wat er met deze wapens gebeurt. Je weet ook donders goed wat het effect van dit soort wapens is. Je kunt naar de horizon kijken en nog overlijden mensen daardoor. Dat gaat alle kanten op. Dat weet je als wapenhandelaar. En daarmee draag je ook een zekere mate van verantwoordelijkheid wat mij betreft. Ja, die hebben bloed aan hun handen. Echt. Ik heb mazzel gehad. En mijn kinderen hebben mazzel gehad. Het is gewoon een bizar verhaal dat er in je eigen huis twee kogels zitten doordat mensen in het wilde weg gaan schieten. Maar meer dan dat is het ook niet. Het is een mooi verhaal om te vertellen, maar meer ook niet. U leeft lekker verder. Ik wel, ja. Ja. Misschien een hoop ellende voorkomen. Ja, absoluut. Je begint natuurlijk gewoon bij een DNA-hit. En uiteindelijk rolt dat dan helemaal uit naar een organisatie die zich bezighoudt met wapenhandel. Daardoor hebben we toch wel vijf mannen kunnen vervolgen. Dus daar ben ik wel trots op. Ik denk zeker dat wij een aantal liquidaties hebben kunnen voorkomen, ja. Want ik zie hoe de collega's echt alles uit de kast hebben gehaald om tot dit resultaat te komen. Dat maakt mij wel trots op de collega's die dit onderzoek verricht hebben. Onderzoek waar we in relatief korte tijd een enorme hoeveelheid wapens en munitie hebben gevonden en in beslag hebben kunnen nemen. Dat geeft gewoon echt een goed gevoel.